Hi, goedemorgen. Ik ben gisteren met best in Amsterdam geweest. Wat denk je? Wat zie je er bleek uit, maar ik heb de baas zo gedaan. Ik word altijd heel blij van Chanel. En dat weten we inmiddels wel, denk ik. En wat hierin zit. Even zo. Dat zit niet helemaal vol. Even de banden eraf halen. De deksel. En dan is het van binnen zo. Oh, dit zijn luchtjes voor Wessel. Dit is een cadeautje. Gaan we zo uitpakken. Dit waren wat sampletjes. Dit ook. Maar het ging om deze drie producten. Iets voor de lippen. Iets voor de wangen. En iets multifunctioneel. En de rest is gewoon papier hoor. Het was hier veel duurder dan ik had gedacht. Maar goed. Wat kreeg ik erbij? Ik doe even mijn bril op, want dan kan ik het ook een beetje lezen. Want dit is de eerste keer dat ik het openmaak. Dit is zo'n zakje met van die watjes. Ja, heerlijk. Ik gebruik elke dag van die recyclable watjes. Dit is de Le Lift Crème. Dit Smooth and Firms. Dit is deze. En dit is de Lift Crème de Nuit. Smoothing and Firming Night Cream. Dus dit is een setje, zeg maar. En dan heb ik van de Sublimage Le Crème Texture Supreme. Dit is een... ook een beetje een soort exfoliator, wat ze ervan zei. Het is een vierkante. Weet je waar het op lijkt? Het lijkt een beetje op de concealer. Die is ook van Sublimage. Dat scheelt. Nee, het is een gewone crème. Er zit geen korreltje of iets in. Even mijn doekje. Er zit geen korreltje of iets in. Het is een gewone crème. Maar ik ga hem zeker proberen. Ik ga hem zeker proberen. Hartstikke leuk. Dan gaan we beginnen met de wangen. Oh ja, dan moet de bril weer even op. En voor de wangen heb ik de Fantasy. De Illuminating Blush Powder Limited Edition. Ja, dat is maar één kleur. Het ziet er zo uit. Een beetje met dat roze aan de zijkant en zo. En dan komt er dit uit. Oh, er komen twee dingen uit. En dit is een kwastje. Nou, dat is wel heel zacht. Hartstikke leuk. Die gaat in mijn memories box. Want ik bewaar dit soort dingen. Hartstikke leuk. Ik ben dol op Chanel. En dan is dit in zo'n pouch. De blush. Kijk, kijk. Heel mooi. Ik heb hier een blush brush. Dus die gaan we gelijk proberen.
Wauw, kijk eens. Het is een hele lichte, mooie kleur. Met een soort sheen erin. En wat zij zei is, je kan hem opbouwen, maar dan wordt hij te veel. Ik denk dat dit is voor mij meer dan prima. Hartstikke leuk. Hele mooie blush. Dit is de lentecollectie. Voorjaarscollectie. Ik weet het niet precies. Die luchtjes die zijn van de... Dit is de Coromandel en de Sycomore. Dit is Eau de Parfum. Dit is van de... Ja, weet ik niet. Intensieve lijn of zo. Dan heb ik van de nieuwe zomercollectie de Le Four, Le Quatre dan, hè? Le Quatre Rouge, Jeu et Joule. Eyeshadow en blush palette in de kleur 957 Tendresse. Die ziet er zo uit. Gewoon helemaal zwart met goud. Oh, die komt niet in een pouch. Dat snap ik ook wel, want dan zou je een hele grote pouch moeten hebben. Daar zit een boekje bij waar je het voor kan gebruiken. En dan is dit wat je krijgt. Die gaan wij... Ik ga ze even zwartsen voor je. Hallo. Dit is de bruine kleur. Dan is dit de lichtste, beetje oranjige. Dit is de rooige. En dit is de middelste kleur. Ja, ze zijn heel licht, maar dat is een beetje de... vibe van Chanel natuurlijk. Ik ga even een lookje maken. Ik begin met de bruine kleur. Ik moet mijn wenkbrauw nog even doen zo. Wat ik op mijn gezicht heb is de Chanel Water Touch. Hele mooie neutrale kleur dit. En dan wil ik eigenlijk... De donkere, beetje rooige. Ja, heel mooi. Heel mooi. Hij is niet heel donker. Ze hadden ook een rode mascara. Daar was ik wel... Daar twijfelde ik over. Dan ga ik de lichtste kleur op je ooglid doen. Ja, misschien is dat dan beter om dat met je vinger te doen. Ja.
En volgens mij is dat de enige shimmerkleur. Het is een hele rustige, neutrale look geworden. Ik doe heel even snel mijn wenkbrauwen met mijn Catrice Brouwstick. Heb je een heel gezicht vol Chanel en dan, nou ja, goed. Het begint ook met een C, moet je maar denken. Ik vind het eigenlijk heerlijk hoe snel dit is. Wenkbrauwen. Ik ga deze Chanel mascara met... die hebben ze dus nu ook in het rood. Heb ik niet gedaan, maar ga ik nog wel halen, denk ik. Die hoort ook bij de zomercollectie. Even de wimpers krullen. Wat ik hiervan vond... toen ik hem net had, vond ik hem te nat. Dus toen heb ik er even... Ik heb hem gebruikt en toen heb ik hem even gelaten. En nu is hij wat droger. Wat ouder. Dan droogt hij een beetje op. Ik maak hem een... wimperkruller een beetje warm. En nu vind ik hem echt wel heel fijn. Ik hou gewoon niet van hele natte formules. Ik vind het borsteltje niet fijn hoor. Ik hou niet van die siliconen borsteltjes. Maar de mascara op zich is nu echt prima te doen. Ik heb geknoeid hier zo. Dus dat ga ik even met een spoelie zometeen weghalen. Zou dat nu al kunnen? Oh, jawel. Zo. En dan heb ik het laatste product wat ik gekocht heb gisteren. Dit is de Rouge Allure Ink Matte Lip Color. Matte Liquid Lippen Color. In de kleur 236 Gourmandise. Deze hoort ook bij de... Deze is een beetje donker. Deze wenkbrauw. Deze hoort ook bij de... voorjaarscollectie. Heel mooi. De applicator is heel plat, dus je kan eigenlijk het puntje
heel goed gebruiken voor de liplijn. Ja, ik vind dit mooi. Dit was de lichtste van de twee kleuren die ze hadden. Ja. Wat moet je ervan zeggen? Dit is toch gewoon een mooie lipstift. Hij is iets donkerder dan mijn eigen lipkleur. Maar ja. Hier kun je toch verder gewoon niks mee fout doen. Toch? Heel blij met mijn nieuwe Chanel producten. Moet ik zeggen. Ja. Wel duur, want deze voor de zomercollectie kost €80. En eigenlijk heb je dan ja, 4 oogschaduw en 4 blushes, feitelijk. Maar die lippenstift is mooi, zeg. Jeetje. Plakt niet. Ik vind echt dat kwastje, of de applicator zeg maar, is zo dun dat je hem gewoon als liplijn, dan hoef je ook niet apart je liplijnen op. Ja. Ik vind het heel mooi. De blush, de oogschaduw. Nou ben ik sowieso natuurlijk wel een Chanel fan, maar dit is echt... Ja. Even jukken mijn neus, sorry. Niks meer aan doen, zou ik zeggen. Moet je het halen? Nee. Ik ben een Chanel fan en ik wil van alle nieuwe releases wil ik iets hebben. En dit, deze, die grote, die, deze zeg maar, deze, dit, deze. Was de laatste in Amsterdam die ze hadden. Wessel was hem vergeten door te sturen voor mij. En dat is de zomercollectie. Het gaat allemaal echt heel snel. Ze had ook een hele mooie lippenstift in de zomercollectie. Die lijkt heel erg op deze. Die leek heel erg op deze. Maar het was een gewone lipstift. Maar deze droogt mat op hoor. Je ziet het al een beetje aan mijn onderlip. Nou goed, ik ga verder met mijn dag. Even vaatwassen doen en opruimen en dat soort dingen. En dan ga ik koffie drinken. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar mijn nieuwe Chanel shoplogje, try on haul. Wat het ook mocht zijn, zeg maar. Ik weet het niet precies hoe ik dat ga noemen. En dan zie ik jullie bij de volgende keer weer. Doei, bedankt voor het kijken. Dag.